Ik heb een behoorlijk groot gedeelte van mijn professionele leven bezig gehouden met het bouwen van systemen voor developers en voor applicatiebeheerders om databases op te zetten, applicaties op te zetten. Hoe kunnen we dat sneller doen? Hoe kunnen we dat makkelijker doen? Automation geschreven, Puppet, Ansible, weet ik het allemaal. En de afgelopen, zullen we zeggen, 5 jaar, hebben we behoorlijk kunnen hakken aan de voet van wat ze dan de silo's noemen, hè, in de IT-termen. En een hoop van die silo's zijn inmiddels behoorlijk, laten we niet zeggen, beschadigd. Die hebben we een beetje kunnen doorbreken. Dus ik weet niet wie van jullie er allemaal, zijn jullie systeembeheerders of hebben we DBA's in de kamer? Ja, 1,5. Anderhalve DBA. Misschien 2,5 DBA. Maar heel veel van die silo's die zijn een beetje doorbroken. Hè? Op mensen die beheer doen, operations doen, die zijn wat dichter bij de developers gekomen. Developers zijn wat dichter bij de operations gekomen. Er zijn wat software-defined networking, software-defined storage. Maar één zo'n silo die bestaat nog steeds in de meeste bedrijven waar ik mee praat. Welke silo is dat? Ja, onder meer. Maar database in het algemeen eigenlijk wel. Ik was vanochtend, full disclosure, ik werk voor een bedrijf dat databases doet. Open source databases. Daar kom ik zo nog even op terug. En ik sta hier te praten over open source. Maar full disclosure, ik werk voor Enterprise DB. Wij doen Enterprise Postgres. Ik was vanochtend nog bij een meetup waarbij ik met mensen aan het praten was die het hadden over hun database deployment model, en daar bleek 100% uit dat dat nog volledig versiloed is. En ik werk nu ongeveer een half jaar bij EDB. En ik stel deze vraag elke keer als ik voor een publiek sta. Klopt dit een beetje? Bestaat die DBA, die database silo, bij jullie ook nog zo erg? En ik heb nog niet één keer gehoord dat het niet zo is. En dat is op zich, daar kunnen we wat aan doen, denk ik, inmiddels. En dat is waar ik de komende paar minuten of drie kwartier ongeveer over wil praten. Mijn naam is Maxime Burgerhout. Zoals ik al zei, ik heb de afgelopen 10 jaar voor Red Hat gewerkt. Ik werk nu ongeveer een half jaar bij EDB. Dat is een klein tussenstapje in waarbij voor een start-up werkte die Rapid API heette. Het was een API sharing platform. Dat is geen extreem groot succes. En ik doe al een jaar of 25 open source dingen. De spreker voor mij had het over dat hij studentassistent was. Ik weet niet of hij hier nog is, hij is denk weg. Dat was ik ook ooit, maar ik voel me wel vreselijk oud. Want ik was eigenlijk studentassistent in 2001 of ergens daaromtrent. En alle professoren waar ik mee gewerkt heb zijn inmiddels met emeritaat. En het coolste wat wij in die tijd konden doen wat betreft containers waren FreeBSD jails die nog in beta waren. Dus dat is wel echt heel erg lang geleden. Ik vind het verder leuk om over dingen te praten. Dus ik ben niet echt een techie. Ik ben van huis uit. Toen ik dus dat is waar ik gestudeerd heb. Ik ben eigenlijk jurist, dus ik praat veel. Dat is wat ik doe. De komende 45 minuten, zoals gezegd, ik wil een beetje praten over waarom het Postgres op Kubernetes draaien nou een goed idee zou kunnen zijn. Wat een beetje van de geschiedenis is van waar we op dit moment zitten qua het in de handen van developers brengen van database of database automation eigenlijk. Ik wil een klein beetje praten over hoe we dan dingen anders kunnen doen. En als we tijd hebben, een klein beetje het laten zien. Want dat hangt een beetje van de tijd af. Dus, om daarmee te beginnen. Waarom zou je dit nou willen? Waarom zou je nou Postgres database op een Kubernetes cluster willen draaien? Ik heb al een klein beetje gesproken over die silo's net. En het punt daarmee is eigenlijk, het is eigenlijk niet acceptabel. Dat op het moment dat je naar een IT-organisatie kijkt en we hebben Kubernetes clusters gebouwd, we hebben automation gebouwd en we hebben alles gedaan om het makkelijk te maken voor een developer om vandaag te kunnen beginnen met het schrijven van code, is het onacceptabel dat hij tot volgende maand moet wachten voor zijn database. Dat is eigenlijk waarom ik hierover aan het praten ben. Ik denk dat we dit beter kunnen als IT-community. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk overal. Want het is namelijk niet ons doel om systemen te bouwen. Het is ons doel om die developer te helpen zo snel mogelijk zijn code te kunnen schrijven. Om zo snel mogelijk te kunnen gaan bijdragen aan het doel van mijn organisatie. En daar hoort het kunnen hebben van een nieuwe database bij. Ik ga betogen dat databases op Kubernetes daar een positieve rol in kunnen bijdragen. En waar we het dan over hebben, zijn eigenlijk een aantal doelen die je zou kunnen stellen. Ik heb ze een beetje als een soort user stories opgeschreven. En dan gaat het over dat als ik een softwareontwikkelaar ben, dan wil ik mijn database nu. Niet volgende week woensdag als het DBA tijd voor me heeft. Niet als een of ander script gelopen heeft wat er weet niet hoe lang over doet, omdat er veel mensen tussen zitten die op een knopje moeten drukken, omdat er VM's aangemaakt moeten worden. En VM's zijn duur, hoor ik net bij de Hans Hogeschool. Ik wil die database nu.
En ik wil alles wat met die database te maken heeft, liefst als een developer wil ik zelf kunnen doen. Ik wil zelf kunnen kiezen wanneer die geüpgraded wordt. Ik wil zelf kunnen kiezen welke versie die is. Ik wil zelf kunnen kiezen hoe de configuratie van die database werkt. Ik wil het zelf doen. En als ik een DBA ben, database administrator, dan wil ik eigenlijk geen database clusters meer uitrollen. Want dat is stom en saai werken. Dat zou een opgelost probleem moeten zijn inmiddels. En als ik dat niet meer hoef te doen, hou ik tijd over voor werk in de database, wat veel waardevoller is voor een organisatie dan clusters bouwen. Clusters bouwen zou geautomatiseerd moeten zijn inmiddels. Het is een statistiekje wat ik hier al wel eens bij laat zien, wat ik nu niet heb, want ik heb dat niet in dit deck gestopt. Maar dat is een van onze decks bij EDB. Daar staat in dat 70% van de database op dit moment in de cloud draaien. Nou, dat is best wel veel. En dat denk ik bij 70% van die database, dat zijn geen migraties. We hebben niet 100 databases gehad met z'n allen ergens in een datacenter. En daarvan hebben we er niet 70 opgepakt in de cloud gezet. We hebben er nu 110 in dat datacenter, want dat zijn er meer geworden. En we hebben er 70 bijgekregen in de cloud. Dat is wat er gebeurd is. En elke keer, en dat is het tweede ding wat ik vaak vraag aan mensen met wie ik aan het praten ben. Heb je wel eens geprobeerd om een DBA te vinden om aan te nemen, om je aan je team toe te voegen, de laatste paar jaar? Bijna niet te doen. DBA's zijn extreem moeilijk om te vinden. Als je DBA bent, kun je ze ook meer geld vragen. Dus ik moet misschien eventjes voor de agenda. Maar DBA's vinden is heel moeilijk. Dus het aantal DBA's gaat nooit schalen met de hoeveelheid databases die je moet beheren. Dus zodat je stukje automation bij het pas moet komen. Nou, dan als ik dus een applicatie-eigenaar ben, dan wil ik ook heel graag dat die applicatie, of dat die database geüpgraded kan worden zonder dat ik daar maar iets van merk. Dat er maar een heel klein beetje downtime in zit. En ik wil dat als die database om wat voor reden ook down gaat, dat hij zichzelf kan fixen. En dat ik hem kan schalen als ik meer readcapaciteit nodig heb. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk als ik dat zou kunnen. En ik denk dat we daar wat mee kunnen als we dit allemaal op Kubernetes gaan doen. Dus, klein stukje. Jullie kennen allemaal het Postgres project? Ja? Dat is mooi. Nou, full disclosure, ik werk voor een bedrijf dat Postgres doet. En het is misschien even in deze context zinvol om uit te leggen waarom ik nou over Postgres praat en niet over een andere database. Nou, er zit een stuk bij. Ik werk voor een Postgres bedrijf. Maar wat we ook merken is dat als je aan developers gaat vragen wat voor database wil je nou, en dat hebben wij niet gedaan, dat heeft Stack Overflow gedaan, dat die developers 9 van de 10 keer zeggen eigenlijk wil ik Postgres. En dat blijkt uit meerdere dingen. Dat blijkt uit het feit dat van de professionele developers Postgres op dit moment de populairste database is. Postgres de database is waar die mensen het meest willen gebruiken als ze het niet al doen. En die staat hier niet op, maar dat is helemaal aardig. Als je gaat kijken naar allerlei nieuwe database implementaties, van die database implementaties die cloud native zijn en wat de cloud vendors aanbieden en dat soort dingen. Dat zijn allemaal Postgres databases of databases met een Postgres compatible interface. En dat doen ze omdat iedereen Postgres, het SQL dialect van Postgres, ook kent. Omdat het de populairste database is op dit moment. Dus daarom Postgres. Dus. Historisch gezien, hoe werkt nou op het moment dat ik op dit moment een database aan wil vragen, als ik met mensen praat, hoe werkt dat nou 9 van de 10 keer? Nou, er zijn grofweg 2 opties bij. De ene optie is, we hebben ergens in een hoek een hele grote server staan. En als jij een schema wil, of ergens tegenaan wil gaan praten met je database, dan krijg je een stukje van die enorme database. Dat is op zich begrijpelijk, want dit is relatief makkelijk te automatiseren. Ik kan relatief makkelijk ergens een schema aanmaken in dat hele grote database cluster en iemand een set credentials geven. Dat is niet zo moeilijk. Dat is vrij makkelijk zelfs. Nadeel daarvan is dat ik die database niet kan tunen. Dat is dus een beetje de generieke gemiddelde van al die workloads die op die database landen, dat die daarop getuned wordt. Ik kan niets zelf doen. Ik kan hem niet zelf patchen. Patchen van een ding wordt sowieso een hel. Want er zitten 50 verschillende projecten op met allemaal verschillende SLA. Dus dat is bijna niet meer te doen. En je krijgt last van elkaar potentieel. En ik heb 1 hele grote backup waar ik mijn data uit moet gaan halen als ik iets terug wil halen. Dit is vreselijk lastig. Het is relatief makkelijk te doen om dit te bouwen. Relatief lastig om er daadwerkelijk mee te werken. En ook, als het ding helemaal draait, blijven we er vaak af. Want het is spannend om hier aan te zitten, want als het ding omvalt, dan valt de hele organisatie om. Dat willen we niet. Ik dacht trouwens dat ik grappig was door ChatGPT plaatjes te laten maken hiervoor, maar ik zie iedereen dat doen tegenwoordig. Dus dat is aanmerkelijk minder grappig als iedereen het doet. Anyway. Dat is optie 1. Ik heb een hele grote database in de hoek staan en ik krijg een stukje daarvan. Optie 2 is, we gaan op basis van Puppet of Ansible en een paar VM's in de cloud of op VMware of op OpenStack of wat dan ook, ga ik automatiseren dat ik clusters ga maken op basis van VM's. Nou, dat kan ook.
Het is alleen veel meer werk. Want hier moet ik gaan vragen aan mijn netwerkmensen. Mag ik alsjeblieft een nieuw IP-adres? En mag ik alsjeblieft een hostname in de DNS-server? En mag ik alsjeblieft een VM? En mag ik alsjeblieft het operating system aanpassen? En mag ik alsjeblieft database software installeren? En dan kan ik een schema maken en de credentials geven aan degene die mijn applicatie gaat schrijven. Dus veel meer werk. Veel meer werk. Het is vrij moeilijk om te onderhouden, ook deze automation. Maar het kan. Bijkomend nadeel was ook nog een keer dat als ik dit doe, dat ik minstens 3 VM's heb die potentieel heel erg druk zijn, maar waarschijnlijk niet. Want ik weet niet of jullie weten hoe dat vaak werkt met, ik heb t-shirt sizes, hè, kleine database, medium database, grote database. Wat vraagt iedereen aan? De grote database. Want stel dat het succesvol wordt. Dus dan krijg je enorm grote VM's met een vrij klein database erop. En het is vrij lastig om terug te gaan van, ik heb een hele grote VM en ik moet terug naar een kleinere. Dat accepteert bijna niemand. Dus dit zijn eigenlijk een beetje de opties die je hebt. Je krijgt of een stukje van de taart die niet zo goed bij je past. Dat is een drukke taart waar allemaal mensen last van hebt. Of ik krijg een stukje van de taart die niet goed bij me past omdat het te verschillend is. Een niet goede maat is van de taart. Het stuk is te groot en ik krijg het niet op. Of het is te klein en ik heb meer honger. Werkt alle twee niet fantastisch. Wat kunnen we dan doen om hier aan te ontsnappen eigenlijk? Nou, database op Kubernetes draait de, anders sta ik hier niet. Zijn er mensen die, hoeveel ervaring hebben jullie met Kubernetes? Kan ik over Kubernetes praten? Weet je allemaal waar ik het over heb? Of moet ik dit een klein beetje introduceren? Je weet het nooit waar het publiek weer tegen je praat. Oké. Waarom is Kubernetes hier in mijn ogen een goed idee voor? Je kunt over Kubernetes praten op 80 verschillende manieren. Je kunt praten over Kubernetes, het is een distributed operating system. Je kunt over Kubernetes praten, het is een API. Je kunt over Kubernetes praten, het is een scheduler, bla bla bla. Je kunt allemaal verschillende verhalen over Kubernetes houden. Maar het einde van de dag waar het om gaat is, mensen vinden het fijn om te gebruiken. Het heeft geweldige ingebouwde methoden om iets self-service te doen. Ik kan er als developer tegen praten en dan doet het iets voor mij. Daar hoef ik niets voor te maken als infrastructuur operations person. Dat gebeurt allemaal in Kubernetes, dat is allemaal ingebouwd. Het is inherently, hoe zeg je dat? Eigenlijk automatisch resilient. Kubernetes heeft dingen ingebouwd waardoor als er iets kapot gaat ergens op Kubernetes, dan wordt dat hersteld automatisch. Daar zorgt de control loop van Kubernetes zelf voor. Hoef ik ook niks voor te doen als operations persoon. En ik kan heel makkelijk schalen op Kubernetes. En dit zijn allemaal dingen die ik wil hebben als ik ergens een database ga draaien. Dus het platform dat Kubernetes mij biedt is ontzettend praktisch om mee aan de gang te gaan om database te gaan aanbieden. Maar waar moet zo'n database die op Kubernetes gaat draaien nou aan voldoen? Nou, vanuit ons perspectief, het bedrijf dat ik maak, maakt een database op Kubernetes natuurlijk, dus ik ga hier eventjes de wc inspelen. Die database die op Kubernetes draait, die moet zoveel mogelijk Kubernetes native diensten gebruiken om zichzelf highly available en schaalbaar en dat soort dingen te maken. Zo min mogelijk externe tooling daarbij betrekken, want hoe meer externe tooling je erbij trekt en required maakt, hoe gevoeliger alles wordt voor fouten. Hoe meer bewegende delen je hebt, hoe meer iets stuk kan gaan. Ik wil eigenlijk nooit hoeven ingrijpen in die database, tenzij ik dat wil. Dus het moet wel mogelijk zijn om in te grijpen in een database. Nou, ik weet niet of jullie als je een klein beetje thuis bent in hoe Postgres werkt. Postgres heeft altijd één primary server waar je op kunt schrijven en een aantal replica's. Dat kan er één zijn, dat kunnen er 35 zijn, dat maakt betrekkelijk weinig uit. Doet hetzelfde. Dus als we dit op Kubernetes zouden draaien, en de Kubernetes-node waarop mijn primary staat, die brandt uit, voor wat voor reden dan ook. Dan wil ik dat Kubernetes ervoor zorgt dat die een van die andere replica's de rol van de primary op zich neemt. Dat betekent dat Kubernetes moet begrijpen welke de primary is. En dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, want dat hele concept van een primary database kent Kubernetes niet. Maar als ik zelf die primary rol wil verplaatsen, moet ik dat ook kunnen doen. Want wie weet, misschien wil ik wel een node reboot of iets dergelijks, dan wil ik dat zelf kunnen doen. Ik wil die database ook automatisch geïntegreerd hebben in de monitoring toolchain op mijn Kubernetes cluster, in de logging toolchain op mijn Kubernetes cluster. Ben ik dat? Nee. Ik wil dat we de data repliceren op het niveau van de database, niet op het niveau van de storage, want dat is voor een database namelijk niet handig. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn, maar een storage replicatiesysteem heeft geen idee wat een transactie is.
Dat is echt een database ding. Dus ik wil dat mijn database zorgt dat die data gerepliceerd wordt. Want ik wil niet dat ik het risico loop dat mijn storage systeem er iets aan kapot maakt. En het moet zorgen dat mijn data altijd veilig blijft. Dus ik wil ingebouwde backup functionaliteiten, ingebouwde restore functionaliteiten. Zorgen dat ik constant een point-in-time recovery kan doen van mijn database. Kunnen we al die dingen doen met Kubernetes? Absoluut. Maar je hebt er een operator voor nodig. Ben je bekend met het concept van een operator? Iedereen zegt ja. Voor het geval dat mensen dat toch niet weten. Een operator is een stukje extensie van Kubernetes, waarmee je Kubernetes dingen kunt leren die Kubernetes eigenlijk zelf niet kan. Vaak gaat het over het beheren van stateful applicaties. Als jij een stateful applicatie op Kubernetes wil draaien, dan kan Kubernetes daar eigenlijk niet zo heel veel mee. Tenzij die applicaties allemaal hetzelfde zijn, zoals een stateful set, dan kan Kubernetes het wel. Maar in het geval van Postgres, ja, dat zijn niet allemaal dezelfde applicaties. We hebben net gehoord dat het is een primary meerdere replica's. Dat betekent dat je een operator moet hebben die dat wel snapt. En dan kan Kubernetes je daarbij helpen samen met die operator. Als jullie vragen hebben ondertussen, kun je gewoon eventjes roepen hoor. Dat vind ik wel leuk. Maar... en dat is waar Cloud Native Postgres de kop opsteekt. Cloud Native Postgres is een project voor een Postgres operator voorop Kubernetes. Ergens gestart in 2021, meen ik, bij mensen die bij een bedrijf werken. Dat heette Second Quadrant. Dat was een Postgres bedrijf. Dat bedrijf is overgenomen door mijn huidige werkgever, Enterprise DB. En geopen source in 2022. Dus het is een open source ding. Je kan het gewoon downloaden. Je kan het gewoon gebruiken op elk Kubernetes cluster wat er is. En dit helpt je om Postgres veilig en makkelijk te draaien op een Kubernetes cluster. En ik ben hier echt serieus enthousiast over, daarom sta ik hier. Daarom sta ik ook niet namens EDB, maar namens mezelf eigenlijk. Want dit is echt ontzettend leuk om een klein beetje mee te spelen en hier je database mee te gaan doen. Dus, die operator die gaat je helpen om een volledig highly available Postgres cluster te maken. Met een regel of 12 van YAML. Ik zal zo wat voorbeeldjes laten zien. We kunnen ze ook wel een demootje doen. En dat geeft je een volledig highly available cluster 12 regeltjes YAML. Waarbij je een failover kunt doen op het moment dat er een node afbrandt. Je kunt als een developer kun je de configuratie van het database aanpassen. Ik kan updates doen van dat cluster. En het wordt allemaal volledig geautomatiseerd uitgerold. Met behulp van de Cloud Native Postgres Operator. De replicatie binnen dat cluster wordt volledig op basis van TLS encrypted tussen de primary en de replica's opgezet. Dus daar heb je ook eigenlijk geen omkijken naar. Dat mechanisme waar ik net over praatte, waarbij op het moment dat er een node uitbrandt en dat een van de replica's de primary rol over moet nemen, dat zit volledig ingebouwd in de operator zelf. Er zit automatisch een backup mechanisme in waarbij ik eigenlijk alleen maar hoef te zeggen, ik wil elke nacht om 12 uur een backup alsjeblieft en dan rolt er een backup uit voor me. Als ik een developer ben en ik wil graag de productie backup van vorige week dinsdag in mijn testcluster restoren, is het een kwestie van 10 regels YAML toevoegen. Dus op die manier kan ik heel makkelijk Postgres beheer self-service maken, databeheer self-service maken en mijn developers veel meer de vrijheid geven om zelf iets met die database te gaan doen. Ik kan er zelf iets mee doen, dat heet fencing en hibernation, waarbij fencing betekent dat ik eigenlijk heel traditioneel, er gaat iets fout en ik wil een van mijn database nodes, even mijn pots uitzetten, want er gaat iets fout, ik wil het bij van de data af. Ze brengen dan de database proces down, maar de pot blijft draaien, zodat ik in kan loggen op de pot op Kubernetes en kan kijken wat er aan de hand is. Hibernation betekent op het moment dat ik batch processing doe en die database eigenlijk alleen 's nachts nodig heb, dan zet ik hem 's nachts uit, de storage blijft bestaan, 's nachts kan ik hem dan weer rehydreren, heet het meen ik, dan komt dat cluster weer op, pakt de bestaande storage mee en doet zijn werk weer zoals het moet. Dus er zitten ontzettend veel mogelijkheden in en het maakt je leven als beheerder echt een stuk makkelijker en als developer ook. Ik zei 12. Wat ik bedoelde was 10. 10 regels YAML geeft je een volledig highly available Postgres cluster. That's it. Dit doet geen fancy dingen als synchrone replicatie en backups en dat soort dingen. Dan wordt het wel wat langer dan dit. Hier zitten ook, zoals je ziet, geen speciale configuratieparameters in voor de database. Maar dit geeft je een 3-node cluster met physical volumes van 1 gigabyte. Gebaseerd op Postgres 15.2. En als een van die nodes down gaat, dan herstelt de operator de primary op een van de replica's en dan draait het cluster gewoon verder. 10 regels, jammer. Toevallig een beetje gebaseerd op EVM? Nee. Niet op EVM? Nee,
Nee. EFM is een, het staat voor EDB Failover Manager, meen ik. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd dit met een native Kubernetes tooling te doen. Dus er zijn, ik geloof dat er 7 verschillende operators zijn die Postgres op Kubernetes faciliteren. Dat geeft ook een beetje aan hoe populair Postgres op Kubernetes qua idee is. En een hele hoop van die operators die doen dat met iets dat heet Patroni. Patroni is een externe tool waarmee je Postgres clusters kunt beheren. Is eigenlijk gemaakt voor beheer van Postgres clusters op VM's. Gebruikt ook dan een extra installatie van etcd op je Kubernetes cluster. En wij hebben zoiets van ja, die Patroni methode is gekozen omdat er gekozen werd voor een stateful set. Dus een stateful set op Kubernetes betekent ik heb eigenlijk allemaal verschillende database pods en Patroni moet bijhouden welke de primary is. Dus als we dat naar die operator laten doen, dan hebben we geen Patroni nodig, we hebben geen tweede deployment van etcd nodig, we hebben alleen maar Postgres en Kubernetes en dat is een stuk simpeler. Simpel is altijd goed. Dit geeft me dus een 3-node cluster. Dit geeft me een backup van een 3-node cluster. Nou, moet ik wel bij zeggen, op het moment dat je een backup wil gaan maken, moet dat eerste jammeltje ietsje langer worden, want je moet wel vertellen waar die backup heen moet als je de cluster aanmaakt. Maar 7 regels jammel, backup. Als ik het dan elke avond wil hebben, 9 regels jammel, elke nacht om 12 uur, backup. Nou, deze backup kan gaan naar een S3 bucket, dat is de standaard. We kunnen dat sinds een paar weken ook richting een persistent volume snapshot. Heeft wat voordelen als je hele grote databases hebt, dat wat sneller. Maar dit is eventjes een klein beetje ter illustratie. 10, 7, 9 regels jammel voor het creëren en het maken van Postgres clusters. Nou, vergelijk dat met dat grote cluster in de hoek of met het aanmaken van VM's en dat wat je daar allemaal voor moet doen qua beheerlast en qua automation work en al dat soort dingen. Dan denk ik dat dit best wel zijn voordelen heeft. Vragen hierover? Ik ga volgens mij veel te hard. Ja, ik heb eigenlijk wel een demo. Gelukkig, ja, ik heb tijd zat voor de demo. Ja. Twee slides terug. Hoe weet je wat de primary is? Dat weet je niet als je dit ziet. Sorry. Ik ben vol aandacht aan het luisteren hoe je nou die database engine kunt gebruiken. Hoe applicaties tegen die databases kunnen gaan praten. Kom ik zo op. Wat je nog? Nee? Oké. Kom ik zo op. Dat stukje van 10 regels jammer, dat geeft je dit. We hebben een operator hier draaien. Primary met een persistent, met een physical volume eraan en 2 replica's met een physical volume. De replicatie vindt plaats over TLS. En op het moment dat ik niks bijzonders doe in die jammer die ik net liet zien, is dit asynchrone replicatie tussen de primary en de 2 replica's. Wat wij aanraden is dat er een synchrone replicatie tussen zit, zodat deze dan dus synchroon wordt. Want dat betekent dat als deze kapot gaat, om wat voor reden dan ook, deze perfect up-to-date is met wat er hier gebeurd is. Dat betekent dat het synchroon is. Dat betekent dat als een transactie gedaan wordt, dat die hier en hier klaar moet zijn voordat die als klaar gemarkeerd wordt. En dan is een failover volledig veilig, want dan is geen dataverlies. Sorry. Hoe weet hij dat hij wel met de primary? Dat is misschien niet te weten. De database weet welke de primary is. Okay. Kubernetes weet dat omdat dat in de custom resource opgeslagen wordt en omdat de operator dat bijhoudt. En in andere operator modellen waar Patroni gebruikt wordt, weet Patroni dat. Bij ons weet de operator dat. Dus als het deze kapot gaat, zorgt de operator voor de failover. Waarschijnlijk zit er een service voor om te vinden. Dat was de vraag van die meneer daar. Voor elk cluster dat uitgerold wordt, krijg je 3 services. En die worden gebruikt als connectiepunt voor je applicatie. En dat hangt er vanaf, op het moment dat die applicatie in een ander cluster staat, in een ander Kubernetes cluster, wordt dit natuurlijk anders. Moet je dit gaan exposen door middel van een ingresspunt of iets dergelijks. Ik ga er nu even vanuit dat de applicatie in hetzelfde Kubernetes cluster staat. Dan krijg je 3 services. RW, RO en R. Dat is echt de naam van je cluster min RO of de naam van je cluster min RW. En die 3 clusters hebben alle 3, het is al vrij duidelijk, een iets andere rol. De RW-service wijst naar je primary. Dus als die primary dus omvalt en daarheen gaat, dan gaat de RW-service daar naartoe wijzen. De RO-service wijst naar alle replica's. Dus als jij
ja, zeg je dat, analytics aan het doen bent, dus heel veel read queries aan het doen bent, dan zou je dat waarschijnlijk tegen die servers doen, want dan kun je dat namelijk, wordt het automatisch geload balanced. En als je nou denkt van, nou, ik heb een hele hoop read queries, maar ik heb nog een node die ik kan gebruiken voor de read queries, dan heb je nog een air service en die raakt alle nodes in de primary en de replicas. En je hebt dus in principe, het is een Postgres connection string, dus het is zeg maar username, password, at de naam van de service, en daar verbind je mee. Beantwoord dat je vraag? Niet helemaal, zie ik. Een heel deel, maar er zal vast toch wel Kubernetes magic inzetten, zoals DNS-zaken. Ja, de DNS-zaken die gebeuren hier. Dus een service heeft een DNS-naam waarmee je applicatie dan waarna je applicatie verbindt. Ja, dat, precies. Exact. Dat gebeurt allemaal. Daar hoef je niks aan te doen. Dat doet Kubernetes allemaal voor je. Dat maakt dit een van, dat maakt het zo'n mooie oplossing. Het is niet publiek. Het is alleen binnen het publiek. Correct. Ja, zonder dat als Kubernetes magic. Ja. 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 Als je dit, ik heb wel eens met organisaties gesproken die zeggen, dit willen we heel graag, maar dan willen we alle databases op één Kubernetes cluster zetten en een applicatie ergens anders. Ja, dat kan ook. Maar dan ga je dus, heb je aan die services niet genoeg. Dan moet je een ingress maken of in term van OpenShift een route. En dan krijg je een kun je die database naar buiten toe exposen. En dan kun je er vanuit dat andere cluster naartoe verbinden. Ja, nou ja, het zijn wel allemaal losse clusters. Kijk, dat is wel goed dat je dat zegt. Ik had hier nou vanochtend namelijk ook een discussie over. Het idee hierachter is, elke applicatie is een eigen database. Dit zijn namelijk relatief low footprint dingen. Postgres is geen, dit is geen, ik zal de naam niet noemen, maar het is geen, je weet wel. Dus het is een relatief, het is een lichte database. Als je kijkt naar dat geheugengebruik hiervan, dat is niet zo schokkend. En dat betekent dat je elke microservice of elke applicatie op je Kubernetes cluster zijn eigen Postgres cluster kunt geven. En dat betekent dat deze mensen hun eigen cluster ook kunnen tunen voor hun workload. En een aantal replica's kunnen maken wat goed is voor hun en niet voor de grote gemene deler. Sure. Je diagram staat anders aangeduid als die node. Ja. Is dat een database? Ja, nee, een goede vraag. In principe, wat ik eigenlijk wilde aangeven hier is, dit is een zeg maar een Kubernetes node in dit geval, waar een database pot op draait. Zo, laat het zo maar even zien. Maar dat maakt niet uit. In theorie, als je maar één Kubernetes node hebt, kun je ook vier replica's maken op één Kubernetes node. Dat maakt op zich niet uit. Dit zijn ook gewoon pots kunnen zijn. Maar dit zijn pots. Dit zijn pots, ja. Dit zijn pots, dit is zijn, ja, laten we dit Kubernetes nodig zijn, ja. En standaard, als het kan, zet je verschillende nodes met. Absoluut, ja. Er zit anti-affinity in. En als je een Kubernetes cluster hebt wat zich uitstrekt over meerdere availability zones op een cloud, of in je eigen datacenters met low latency ertussen, dan zal die ook zorgen dat elk van die primary en replica's in een eigen availability zone terecht kan. Want dat zorgt ervoor dat je highly available blijft. Oké. Nog meer why. Ik heb hier al een klein beetje over gehad. Er zijn dus 7 van die dingen of ergens daaromtrent op de markt. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar er zijn behoorlijk veel Postgres operators. Als je gaat kijken op Operator Hub of GitHub gaat onderzoeken of zo. Er zijn er best wel veel. Wat ik denk dat die Cloud Native Postgres operator uniek maakt, is het feit dat die simpel is. Dus geen externe tools gebruikt. Het enige wat er in de database image zit, is de database zelf en een backup tool. Er zit geen Patroni bij, geen etcd bij, niks. Het is een CNCF-product, project, dus er zit een hele grote community achter en een hele grote userbase. En het krijgt een hele hoop aandacht van mensen die zich bezighouden met cloud computing. Dus een vooroplopend project. Het gaat heel hard, released elke paar maanden, doet hele nieuwe features. Als je voor een grote organisatie werkt, is het ook interessant om te zeggen hier, het is een enterprise-focused roadmap. Dus wij zijn een databasebedrijf, wij horen wat onze klanten nodig hebben. Dit betekent dat er bijvoorbeeld, een van de dingen die we gehoord hebben was, ja, als ik hier nou een database instop van 4 of 5 terabyte, wat dan? En dan heb je zo'n backup op, ja, op zich werkt het prima. Alleen als ik daar een backup van maak op S3, en dat vervolgens wil restoren, op het moment dat ik een point-in-time recovery wil doen, dan kunnen we even koffie drinken in de tussentijd. Dat duurt vrij lang. Dus een van de dingen die daar in de laatste release voor gedaan is, is het kunnen doen van een backup op een persistent volume snapshot. En als je dan een database hebt van 4 of 5 terabyte, dan restore je hem in een paar minuten. Dat is een hele andere use case. Dat gaat niet meer over kleine databases, maar over echt serieuze hoeveelheden data. Nou, even naar de toekomst kijkend. Kijk, we waren net hier. We hadden het over die hele grote database in de hoek. We hadden het over, ja, de VM's die eigenlijk niet goed geschaald zijn, want iedereen wil de grote hebben.
Derde optie is, gaan we Kubernetes doen. Er zit een fantastisch automation framework in Kubernetes op basis van YAML. Developer krijgt op basis van Kubernetes een self-service, krijgt zijn autonomie, krijgt fatsoenlijk gesized clusters. Het is veel makkelijker om een cluster grootte aan te passen op Kubernetes dan het is met VM's. DBA, die krijgt automatische uitrol van clusters. En dat betekent dat hij veel meer tijd overhoudt om developers te helpen met een query die niet performt of iets dergelijks. En die kan zijn team veel makkelijker meeschalen met het groeiend aantal databases wat verwacht wordt in de toekomst. En als je aan de businesskant zit, het spul is self-healing. Hoef je niets meer voor te doen. Je krijgt een hoge uptime, wat een update van een database cluster, dat rolt automatisch uit en dat gaat in een paar minuten. Dus je hebt nergens meer last van een internal server error die de kop opsteekt op het moment dat je aan het patchen bent wat langer duurt dan je gedacht had. Dus, demo time. Tot hoe laat had ik eigenlijk? Klok volstaat. Oh, nou, nog een kwartier. Nou, dat valt mee, dat valt mee, dat valt mee. Nog vragen op dit moment? Ja. Die zag ik niet aankomen. Begin ik gewoon hier voorin en ga ik zo naar achter. Je triggerde me toen je straks zei, een backup van vorige week terugzetten naar mijn dev-omgeving. Ja. Zitten er ook voorbereidingen of mogelijkheden om mee te proberen om data te anonimiseren bijvoorbeeld? Dat als je een backup in productie wil hebben, terugzetten naar mijn dev, dat ja. Met jouw logica van jouw bedrijf. Geanonimiseerd wordt, zodat je als ontwikkelaar daar gewoon afroept? Ik was eigenlijk een beetje aan het proberen om weg te blijven van het commerciële verhaal. Maar wij verkopen tooling voor dat soort dingen. Oh. Wij hebben verschillende soorten Postgres in ons portfolio. Het simpelste is gewoon een community Postgres. Daar bieden wij support aan. Zullen we je helpen als het kapot gaat? Kunnen we helpen met queries en weet ik het allemaal. Maar er zitten nog twee soorten Postgres bij die we doen. Eentje doet transparent data encryption. Dat betekent dat op het moment dat je financial services zit of bij de overheid of iets dergelijks en je zegt er is een requirement om alle data op disk encrypted te hebben, kunnen wij daar in de database mee helpen zonder dat de applicatie daar aangepast hoeft te worden. En de tweede heet EDB Postgres Advanced Server. Daar zit een Oracle compatibility layer aan. Dat is niet helemaal een drop-in replacement voorkom, maar het scheelt niet veel. En dat kan ook al heel interessant zijn. Draait hier ook op. En daar zit ook een anonymization tool bij. Ik weet niet of dat voldoende doet voor de use case die je in gedachten hebt. Maar dit wordt hier wel voor gebruikt. Okay. Ja, dus. Ja. Scaling, is dat autoscaling? Ja. Kijk, autoscaling met databases is een vorm van lastig. Ja. Want dat was net, ik weet niet of jullie hier net in de kamer gezeten toen er gesproken werd over de Hans Hogeschool. En die zeiden, ja, we hebben een autoscaling ding aan op Azure. En dat was uiteindelijk heel erg duur. En dat is een beetje omdat dat autoscaling ding niet zo goed weet wat er gebeurt. Die ziet alleen maar load en die denkt, als er load is, dan ga ik schalen. En het lastige is met databases dat je nooit zo goed weet waar de load vandaan komt. Dus je kunt een hele hoop writes aan het doen zijn. Postgres schaalt niet op writes door middel van het aanmaken van meer replica's. Dat is niet hoe Postgres werkt. Dus ik kan replica's aanmaken letterlijk door één digit te veranderen in de clusterdefinitie. En dat kun je automatiseren. Maar het is niet iets wat geautomatiseerd is door ons, omdat daar ook risico's aan zitten. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je zegt van nou, ik zit op 5 en ik wil een 7. Ja. Die storage replicatie is uitgevoerd. Moet ik eerst zeggen dat ik niet precies weet of er een roadmap item is om dit volledig te automatiseren. Dat je zegt, je mag gaan tot 7 replica's of zo. Maar het is heel makkelijk om te doen. Je kunt hier een soort trigger op maken met een tool en dan doet het wel. Is dat er achterin nog een vraag? Nou, twee keer een hele kleine downtime dat je een upgrade kan doen. Ja. Dit is een clusterdefinitie die ietsje ingewikkelder is van wat ik net liet zien. En hier staat primary update method switchover. En dat betekent dat op het moment dat ik een update ga doen van 15.2 naar 15.3 of iets dergelijks. Dat eerst, want het zijn, twee replica's en een primary. Hè? Dus eerst mijn twee replica's worden geüpdate naar 15.3. En dan wordt er een switch over gedaan van de primary role naar een van de replica's. En dan wordt wat dan daarvoor de primary was, wordt geüpdate naar 15.3. Ik kan ook restart zetten hier. En dat betekent dat we eerst de replica's updaten en dan een restart doen van de primary naar een nieuwere versie.
Dat hangt een klein beetje van je applicatie af hoe je dat wil doen. Er zijn redenen om het een te doen, redenen om het ander te doen. Maar ja, in principe, je update eerst je replica's. Dan doe je een switchover. Dat duurt echt een paar tellen. En daarna update je de voormalige primary. 10 minuten heb ik nog. Nou. Nothing up the sleeves en dat soort dingen. Ik heb op dit moment een cluster draaien, Kubernetes, er zitten geen pods in. En nu ga ik eventjes een simpel processcluster daar maar maken. Nu we op aan het wachten zijn, storage eisen. Ja, goede vraag. De reactie, de knee-jerk reaction die je hebt op het moment dat het over Kubernetes gaat en databases is Ceph of iets dergelijks. De Kubernetes native storage gerepliceerd en dat soort dingen moet je niet doen. Want het probleem met dat soort storage is, en dit is goed spul, hè, Ceph, begrijp me niet verkeerd, maar het probleem met dat soort storage is dat het network storage is. En network storage is net als vroeger dat je zegt, wat ik zet mijn database wel op NFS en weet je dat wel zeker. Want die NFS share die jij gebruikt, dat is een netwerkding. Daar zit een roundtrip time in naar je NAS of iets dergelijks toe. In dit geval naar je Ceph cluster. En dat draagt bij in de latency van de query die je geeft in je database. En dat geeft mensen soms dan de gedachte, hey, mijn database performt niet. Nee, je database performt prima, je storage performt niet. Dus dat is waarom we zeggen, als je dit doet, gebruik zoveel mogelijk node local storage. Gewoon je node, storage direct gekoppeld aan je Kubernetes nodes. Maak, wat zeg je? Een beetje VMware. Nou ja, als je dat helemaal bare metal wil doen, dat is natuurlijk helemaal het neusje van de zalm. Maar gebruik in ieder geval disken die direct aan de machine gekoppeld zijn waar Kubernetes op draait. En geen network block device of iets dergelijks. Dat performt het best. Je hebt het minst latency. En latency is voor databases niet echt fijn. Goed. Wat je hier nu ziet, daar, is dat vrijwel direct nadat ik gezegd heb, maak een cluster, dat er een initdb job, dit is een job, een Kubernetes job die eventjes draait om mijn, Postgres heeft altijd een initdb nodig, hè, om het storage even klaar te maken met een boilerplate files. Dat gebeurde eigenlijk meteen. Als ik nu kijk, nou, dat is een paar minuten later, dan heb ik een draaiend cluster. En dit is een Postgres cluster en ik kan hier naar verbinden. Daar heb ik een leuke tool die een soort Kubernetes, hoe heet dat ding, kubectl plugin. Dan moet ik even al die dingen uit mijn hoofd weten hoor. Ja, en ik heb een connectie naar mijn database met een ingebouwd soort PSQL. Dit is, dit is de Postgres command line tool. Dus op dit moment ben ik verbonden aan mijn Postgres cluster. En kan ik zien wat er hier allemaal voor databases op staan. De standaard database die we altijd aanmaken is app. Dat kun je customizen als je dat wil. Dan kun je een andere naam aangeven. Maar we zeggen wel altijd, het is beter om voor elke microservice, elke applicatie die je hebt draaien, gewoon zijn eigen database cluster uit te rollen. De overhead daarvan, ja, die is er natuurlijk wel, maar het geeft ook een hele hoop vrijheid en flexibiliteit. En het is een hele lean, mean machine, deze database. Dit is een heel simpel clustertje. Nou, ga ik nu even weghalen. Kubectl, ja. CPL voor? Cloud Native Postgres. Ah. Ja, het is een plugin voor Kubectl. Je kunt het met Crew installeren. Ja. Ja. Er waren twee varianten van, daar kan ik ook niks aan doen. We hebben er eentje die heet CMP. Waar is dat? CMP, dat is degene die in onze branded versie van die operator zit. En er is CMPG, dat is degene die uit de community komt. Doet in principe precies hetzelfde. Ik weet niet waarom daarvoor gekozen is. Goed, mijn pods zijn weer weg. Ik had een simpel cluster gemaakt. Simpel cluster hebben we even geprobeerd. Die heb ik nu weer weggepoetst. Nu ga ik een ietsje complexer cluster maken. Dat is deze. Die moet ik wel eventjes in de goede namespace maken. Die was ik. 3. 3. En hier zitten wat dingen in die we niet eerder gezien hebben. Dat is dit stukje. En wat dit doet, is het vertelt eigenlijk mijn operator, daar is mijn S3 bucket. Dus elke keer als mijn database een wall file afsluit, een wall file is een log file in Postgres termen, waar elke transactie die je doet eerst in opgeslagen wordt. Het gaat eerst in de wall file, dan in de database zelf. Op het moment dat dit in de wall file staat, is de transactie klaar.
Want er kan altijd soort teruggedraaid worden of afgedraaid worden. En dan, weet je, dan kun je gewoon je database opnieuw herbouwen. Al die wall-files, zodra ze afgesloten worden, gaan naar deze S3-bucket. En die worden ook door de primary bewaard. Dit betekent dat op het moment dat ik een base backup maak, en dat zal ik zo meteen laten zien, vanaf het moment dat ik de base backup maak en ik dit aan heb staan, kan ik een point-in-time recovery doen naar elk moment vanaf het moment dat die base backup gedaan is. Dus point-in-time recovery, done, opgelost probleem. Voor de rest, hier zit nog aardig om even aan te wijzen. Dit wordt dus een cluster met een synchrone replica erin. Dus als deze een failover doet, dan gaat die automatisch een failover doen naar de synchrone replica die er staat, omdat die altijd up-to-date is met de primary. En als ik het voor elkaar krijg, gaan we zo nog heel even naar Grafana kijken, want dat is namelijk wel grappig. Want wat we hiermee uitrollen met de operator, is ook een set aan standaard queries die uitgevoerd wordt op je database, zodat je in Grafana in het dashboard niet alleen maar kunt zien, mijn pot van mijn database gebruikt zoveel CPU-cycles, maar het aantal transacties per seconde op deze database is 5. En dat is best interessante informatie als je DBA bent, om maar even wat te noemen. Dit is Postgres configuratie kun je met de operator zetten en wordt automatisch uitgerold naar al je database nodes. En die hoeft daar niet voor herstart te worden. Dat kan met een reload, dus dat doet de operator dan ook voor je. Nou, de rest is eigenlijk niet zo boeiend. Goed, dus nu maken we deze. En nu, die plugin heeft namelijk ook een hele coole functionaliteit om naar de status van mijn cluster te kijken. Dus wat ik nu kan doen, is ik kan naar complex cluster kijken, zo heet dit cluster. Ja, en die zit in een andere namespace. Ja, dat errortje, dat klopt, want we zijn nog niet klaar. Maar dit laat de hele status van mijn cluster zien. Dus wat hier staat is, we hebben SSL-certificaat opgezet om de replicatie te doen tussen de primary en de replica's. Die hebben nog 90 dagen levensduur, want die zijn net aangemaakt. Sorry. Ik heb 3 nodes in mijn cluster zometeen, waarvan er op dit moment nog 0 klaar zijn. Nou, die zijn nog zo ontzettend niet klaar dat ik een foutmelding krijg. Dat gaat zometeen weer weg. En hieronder komt zometeen dan te staan welke instances ik heb, wat voor rol ze hebben, of ze best effort zijn of guaranteed service quality of service hebben. Welke noden ze draaien, et cetera, et cetera. En hier komt vervolgens ook bij te staan dat mijn continuous backup aan het draaien is en elke wall-file die afgesloten wordt naar een S3-bucket schrijft, om daar vervolgens gebruikt te kunnen worden als restore. Dus dat zien we nu hier gebeuren. Ik heb op dit moment, dat is alweer weg vanaf de bovenkant van het scherm. Op dit moment heb ik 2 nodes die klaar zijn. De eerste replica is klaar, die is synchroon, synchrone replicatie. De primary is klaar. Op dit moment wordt dan de derde node waarschijnlijk in het leven geroepen. En we hebben hier een wall archiving, is inmiddels al aan het draaien. Dus elke keer als die database klaar is met een wall file, dan wordt die naar een S3-bucket geschreven. 1 seconde, want dan kunnen we nog heel even doorkijken. En nu hebben we de tweede replica erbij. Zal ik hem ietsje groter maken, nog eens ietsje beter te zien misschien achterin. Waarom doet hij dat niet? Zo. Je ziet ook dat cluster op dit moment een healthy status daar. We hebben 3 instances waarvan er 3 ready zijn. Dat is een replicatie, de log serial numbers die in synchroon zijn tussen de 2 replica's en de primary. Dat wil je graag zien, want dat betekent dat ze volledig up-to-date zijn. Nou, het enige wat ik nog wil doen, en dan ga ik een vraag beantwoorden, is eventjes een backup maken van dit cluster. En dat doen we met dit hele kleine stukje YAML hier. Dit kleine stukje YAML maakt een backup die heet single backup van het complexe cluster. En die schrijft hier naar de S3-bucket die ik net gedefinieerd heb. Dus wat we dan kunnen doen is zeggen create a backup. Nou, dit duurt maar heel even, want het is een heel klein databaseje. Hij is nog niet klaar. Nee. Wachten we even op. Kunnen we vragen erachterin beantwoorden in de tussentijd? Ja, kijk je net die certificaten voor replicatie. Ja. Worden die ook automatisch renewed? Ja. Dat is kort antwoord. En nou, zou je zien dat ik niet voldoende geofferd heb aan de demo geworden, want het maken van mijn backup duurt vrij lang. Ik weet niet waarom dat is. We hebben geen tijd om dat te debuggen op dit moment. I don't know. Wat ik zo meteen kom te staan als die backup klaar is, dan komt daar te staan first point of recovery. Dat is dan nu, want ik heb net een backup gemaakt. En vanaf dat moment
elk moment in de toekomst, omdat die WAL-files gearchiveerd worden op S3, kan ik voor elk moment een point-in-time recovery doen. Die WAL-files worden op zijn traagst elke 5 minuten naar S3 geschreven. Met database kijk je altijd naar, ik heb een RPO en een RTO. RTO betekent hoe lang kan ik down zijn. RPO betekent hoeveel dataverlies mag ik hebben. En omdat we elke 5 minuten maximaal die WAL-files naar die S3 storage schrijven, betekent dat we een maximale dataverlies hebben van 5 minuten. Als het een calamiteit ontstaat, als ik hem net weggeschreven heb, of vlak voor ik hem wegschrijf eigenlijk, dan zou ik 5 minuten dataverlies hebben en anders is het minder. En als die database heel druk is, dan schrijven die WAL-files dus ook vaker naar S3, want dan zijn ze vaker vol. Het zijn files van 16 meg standaard. Ja, dit duurt even, kan ik niks aan doen. Ik ben klaar, ik mag niet meer praten, zie ik daar achterin. Ik ben hier nog even. Mag ik nog een vraag beantwoorden? Of, ja? Top. Bij ons gebruiken we heel veel RDS. Heb jij enig idee hoeveel dit zou schelen met een RDS multi-asset production? Niet uit mijn hoofd, maar we hebben wel cijfers ergens. Okay. Ja, kijk, we hebben dit oorspronkelijk gemaakt voor iets dat heet Big Animal. Big Animal is eigenlijk de Enterprise DB variant van RDS. Dat is een soort een database as a service die je op elke grote public cloud kan krijgen. Die wordt alleen ondersteund door ons en wij zijn de makers van Postgres. We hebben een enorme berg mensen die aan Postgres in het community project werken. Dus we hebben hier wel cijfers over de vraag die je stelt, maar dan moet je me even mailen als je dat wilt doen. En was daar nog een vraag? Ik weet niet wie die... Ja. Timer is klaar. Daar. Dat was een kleine opmerking. Ja. Waar we niet werken, ik voel dat je geen connectie maakt. Heb je een timer zitten op die... Nee, ik heb ditzelfde cluster vanochtend gebruikt. Ik heb vanochtend het verhaal een keer eerder gehouden. En daar deed hij het wel. Dus het zou kunnen dat ik mijn S3 bucket niet schoongemaakt heb. En dan zit er al data in en zegt hij, ja, maar er zit al data. Ik ga daar niet overheen schrijven, zoek het uit. Ik vermoed dat het zoiets is. Daar ga ik zo even naar kijken. Nou, in dat geval bedankt voor de aandacht. En,